Welkom. Welkom bij de Innovation Tapes. Vandaag is de gast Gerben Bootsma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gerben, je bent een senior adviseur innovatie. Innovatie in mobiliteit in jouw geval, in jullie geval, de unit waarvoor je werkt. Welkom. Welkom bij ECE weer. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn. Ja. Welkom terug. Ja. En ik ben ontzettend benieuwd, misschien als startpunt, van kun je iets vertellen over jezelf, over jouw rol? En dan uiteindelijk ook geleidelijk misschien eens over de unit waarvoor je werkt. Ja, nou, ik ben Gerben Bootsma en ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de unit Innovatie en Mobiliteit. De unit heeft eigenlijk twee doelen. Wij kijken naar innovatieve projecten op het gebied van mobiliteit voor het ministerie, zeg maar. Dus wij kijken wat naar de langere termijn. Wij verkennen heel veel zaken en proberen dat dan in onze lijnorganisatie ook mee samen te werken. Om te kijken naar boven de projecten heen, zeg maar. Ook integraal. Wij kijken niet naar weg, water of spoor, maar wij kijken naar totaal. En daarbij kijken we ook naar de innovatiekracht van het ministerie. Dus zeg maar de cultuur van het werken aan innoveren zelf. En daarbinnen ben ik nu inmiddels 2 jaar werkzaam. En ik heb me vooral ben erbij bijgekomen omdat ik het ook interessant vond om te kijken hoe wij het ministerie innovatie krachtiger kunnen maken. En hoe alle 1000 bloemen die er bloeiden, zeg maar, hoe we daar wat meer structuur in konden brengen. Ja. En ik hou ook van inhoudelijke projecten, dus doe ik verkenningen onder andere. En ja. Ik ben daar gedetacheerd vanuit Rijkswaterstaat. Het zit bij de beleidskern van INW. En er zijn allemaal mensen eigenlijk die niet een vaste functie in zo'n unit hebben, maar er zitten allemaal mensen die gedetacheerd zijn vanaf andere plekken vanuit ons ministerie, zoals ik daar vanuit Rijkswaterstaat zit. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een concreet project waar je aan hebt gewerkt? Een concrete mobiliteitsinnovatie? Ja, technologie is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp bij onze innovatieunit. En we werkten wel aan zaken als drones, aan quantum technologie. Wat betekent dat allemaal voor mobiliteit? We doen ook early warning trajecten bijvoorbeeld. En zo heb ik ook een early warning traject gedaan naar efficiënter verplaatsen of minder verplaatsen, zeg maar. En dat ging dan over bijvoorbeeld wat van middelen zijn er om ook verplaatsingen wat te verminderen. Zodat je, als je minder verplaatsingen hebt, heb je ook minder uitstoot. Onze doelen zijn vaak gericht op leefbaarheid, bereikbaarheid. Maar ik heb ook gewerkt aan een verkenning naar technologieën binnen innovaties in mobiliteit. Dus aan welke technologieën zijn nu relevant als je aan innovaties in mobiliteit denkt? Nou, dat is een verkenning die net afgerond is. En daar hebben we samen met de stichting Toekomstbeeld der Techniek een heel mooi overzicht gemaakt van welke technologieën zijn nou voor het mobiliteitsdomein het meest belangrijk om nu aan te werken. En wat zien we in de toekomst op ons afkomen wat nu nog niet belangrijk is. Daar hebben we een mooi palet van gemaakt, zeg maar. Supermooie projecten. Echt over natuurlijk de impact die je wil maken op de middellange tot lange termijn in Nederland. Als het gaat om die mobiliteitsvraagstukken. Kun je iets vertellen over het proces wat jullie inmiddels hebben, hè? Wat, voor zover ik dat weet, van verkennen naar uiteindelijk de implementatie, ook in de samenleving. Want jij in jouw rol is heel erg verkennen, maar dat is maar een startpunt van uiteindelijk een heel proces. Kan je iets vertellen over hoe jullie te werk gaan eigenlijk? Ja, onze innovatiestrategie is natuurlijk gericht op de doelstellingen van het ministerie. Dus daarna leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid van het mobiliteitssysteem. En wij hebben dat onderverdeeld in 3 categorieën. Het verkennen naar de langere termijn ontwikkelingen. Het verdiepen betekent meer als je een lange termijn ontwikkeling hebt verkend en je haalt daar wat krenten uit de pap voor ons ministerie. Hoe kun je dat dan echt de beleidsdoelen mee verder brengen? Vaak gaat dan iets vormgegeven worden richting experiment. Dan verdiep je zaken. Dan kijk je naar of het werkelijk ook de beloftes waarmaakt die je gedacht had vanuit de verkenning. En we doen het uiteindelijk allemaal om in de operatie van het ministerie, bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, echt de beleidseffecten die we nastreven, om die te versnellen. Dus wij hebben een soort structuur bedacht de afgelopen jaren van verkennen naar verdiepen naar versnellen. En wij zitten dan met name op de verkenning en verdiepingen kant, omdat wij toch wat over de projecten heen kijken. En we proberen daarmee onze beleidseffecten in de operatie te versnellen. En daar hebben wij wat meer structuur in aangebracht de afgelopen tijd. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Over hoe jullie in de loop der jaren iets meer procesmatig zijn gaan werken? Van verkennen naar implementatie. Ja, in het begin van het bestaan van onze unit werden er heel veel projecten opgericht. En werd overal waar een behoefte en probleem opgelost moest worden, werd er naar verkenningen gekeken en verderop gekeken en experimenten bedacht. Inmiddels heb ik, dat was een van mijn eerste taken bij deze unit, om te kijken naar kunnen we dat een beetje oplijnen met elkaar. Dus welke structuur houden we nou als unit vast? Want we deden heel veel, maar het was toch wel soms een beetje ongericht. En we wisten wel dat we in goede richtingen zaten. Maar ik heb uiteindelijk, wat ik ook geleerd heb bij ECE, dat was een heel mooie cursus die we gedaan hebben, ook van dat innovatie ook gewoon een werkpakket is wat je kan structureren. Dus
lijkt natuurlijk van, je kunt van alles doen met vernieuwingen, maar het is ook belangrijk dat je zorgt dat je wat ankerpunten in het proces van innoveren maakt. Zoals bijvoorbeeld van, wat is nou, als je een innovatieclub bent, je kan heel veel projecten doen, maar wat is nou precies je portfolio eigenlijk dan? Waar zit jouw projecten, waar zijn die op gericht? En wij hebben dat uiteindelijk gericht op twee levels, om het zo maar te noemen. In het Engels de technology readiness level en de community readiness level. Dus we hebben gekeken wat is in de maatschappij al redelijk geaccepteerd en wat is nog ver weg. En wat is technisch al volwassen of wat is juist nog niet volwassen. En daar hebben we ons portfolio een beetje in opgebouwd. Dus dan hebben wij daar onze projecten wat meer op gericht. En daarnaast hebben we ook gekeken van hoe kun je nou het ministerie zelf werken aan innovatiecultuur. Hoe kun je zorgen dat het ministerie ook innovatief werkt. Daar hebben we een soort roadmap voor ontwikkeld. En daar hebben we heel veel gehad aan de hulp van de Erasmus Universiteit. Om hoe je dan, ook vergeleken met andere bedrijven, zeg maar, hoe doet die dat nou? Hoe kunnen wij dat een beetje meer structureren? Nou, een roadmap voor ons tweede doel, voor het innovatiekracht versterken bij het ministerie, is inmiddels gemaakt. En ook het portfolio hebben we opgericht. Dus dan zijn we wat gerichter bezig, zeg maar. Dat iedereen een beetje meer gerichter. En ook als je nieuwe projecten krijgt, dan kun je dat een beetje daarin afwegen. Van, past het binnen onze strategie? Of valt het erbuiten? Dan hoeven we ons minder druk om te maken of het past ergens anders. Maar past het in de strategie van deze roadmap en van deze portfolio? Dan kun je daarmee verder. Heel mooi om te horen ook, Gerben, hoe je zowel op projectniveau, zeg maar, professioneler bent gaan werken, zo zou je het kunnen noemen. Maar inderdaad ook op dat tweede aspect, dat je ook stappen hebt gemaakt als organisatie. Als het gaat om die innovatiekracht en cultuur van de organisatie. Kan je iets vertellen over meer in het algemeen hoe je mensen daarin hebt meegenomen? Hè? Want jij bent een van de trekkers daarvan geweest om dat aan te jagen, om dat bespreekbaar te maken. Dus hoe heb je dat met anderen ook voor elkaar gekregen in de organisatie? Want lijkt me in een ministerie is dat niet de makkelijkste klus misschien. Nee, misschien niet. Maar ik zag al vrij snel in het begin toen ik daar werkte, dat er wordt één keer in 3-4 maanden had mijn directeur een overleg met de directeur-generaals waar wij voor werken. Wij werken voor de DG Mobiliteit, DG Luchtvaart, Maritiem en DG Rijkswaterstaat. En daarin moet je een verhaal hebben waarom je aan bepaalde projecten werkt als innovatieclub, zeg maar. En dat verhaal was in het begin wat ongerichter, zeg maar dat ging op projectniveau vaak. En nu hebben we dat een beetje, ik heb met mijn directeur erover gehad, om dat misschien wat meer op thematisch niveau te krijgen. Zodat die projecten die we doen wat meer een logisch verhaal zijn, ook naar onze leidinggevende, naar topmanagement toe. En die hebben dat ook wel opgepikt, want die vonden dat fijn dat je ook in een kader werkt. En dat je niet zomaar aan projecten werkt, maar dat je in een thematisch kader werkt. Wat ik net schetste als de roadmap en het portfolio. En ik heb er vooral met mijn directeur veel over gespart. Die zag dat ook dat handig is om dat op te lijnen. En uiteindelijk hebben we toen ook met onze innovatieunit hebben we dat breder getrokken. Dus we zijn met meerdere mensen gaan nadenken over zo'n portfolio en over zo'n roadmap. Het is ook een bepaalde taal die je spreekt. En ik merkte ook wat ik geleerd had binnen bij ECE van je hebt een roadmap waar je aan kan werken voor het proces. Je hebt op de inhoud een portfolio. Dat heb ik gedeeld bij ons. En dat sloeg ook aan dat mensen dachten, ja, ik zit wel in een project, maar waartoe? De why en de what en de how was niet helemaal duidelijk. Maar de why en de what en de how hebben we daarmee wat opgelijnd. En dat heeft mijn directeur ook opgepakt en die wilde daarmee verder. En uiteindelijk heb ik zelf eerst gepeeld met een soort overzicht te maken van onze unit waar wij aan werken en waarom we daaraan werken. Ja. Maar dat hebben we uiteindelijk met 20, 25 mensen gedaan. En daar is dan een veel steviger portfolio uitgekomen dan we in eerste instantie hadden. Dus dat portfolio is ook iets wat groeit. En zo'n roadmap is ook iets wat groeit. Omdat we daar met z'n allen aan zijn gaan werken, zeg maar. En dat heb ik denk ik geïnitieerd. En dat is goed geweest om het uiteindelijk ook verder te brengen. Nou, mooi resultaat. Dus jij hebt dat inderdaad medehelpen op gang te brengen. Maar als we nou even die reflectie doen, wat dat voor jou betekent. Hè? Want van oorsprong was jij heel erg iemand die verkenningen uitvoerde bijvoorbeeld, echt inhoudelijk met projecten bezig was, met nieuwe technologieën, met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Toen heb je op een gegeven moment dan dat initiatief genomen om echt te werken systematisch aan die innovatiekracht van het ministerie. Een superbelangrijke leiderschapsrol lijkt me dat. Maar hoe is dat voor jou om nu meer die verschillende rollen te hebben uitgevoerd? Wat voor inzicht heeft het jou gebracht over de verschillende innovatierollen eigenlijk die je hebt in een organisatie? Ja, ik heb gemerkt, ik kom eigenlijk vanuit de inhoud, ik doe aan projecten inderdaad, maar ik merkte dat als je in een project zit of in een verkenning, dan heb je ook houvast nodig aan waarom je daarin zit en waarom dit nou wel belangrijk is of niet belangrijk is ten opzichte van iets anders, dus die proceskant. Nu ik dat wat meer ontdekt heb, dat ook die proceskant ook opgelijnd moet worden voordat je weet waartoe je werk dient, zeg maar.
Heb ik ervaren dat ik daar best dus nu een slag in heb gemaakt met wat ik net zei. En dat ik uiteindelijk ook wel toch wel iemand blijk die daar misschien niet verder zijn beroep van wil maken, maar wel wat meer de inhoud weer in wil duiken. Omdat ik nu denk, nou, het is nu opgetuigd, staat eigenlijk al, nu kan ik weer verder op inhoudelijke projecten. Het is voor mij ook wel een les geweest dat ik dacht, ja, ik heb wel aan het proces echt zitten werken, maar misschien als persoon pas ik misschien toch beter bij verkenningen of bij inhoudelijke trajecten. En dat is voor mij wel een les geweest. Ik dacht, ja, voor mij is het wel belangrijk om ook een inhoudelijke klus te hebben, maar wel op een manier uit te voeren, ja. Dat dat ook verder gebracht kan worden, zeg maar. Dus dat proceskant is net zo belangrijk. Dan is het maar net waar je jezelf goed in voelt, waar je weer aan blijft trekken. Ja. En ik heb wel ervaren dat je dat op, met elkaar op moet gaan trekken. Dus de inhoud en het proces van het werk moet je gelijkwaardig inzetten. Zeg maar. Ja, en dat je wellicht als individu niet in elke fase van het proces ook dat je verschillende rollen kan gaan vervullen. Dat je daarin kan switchen ook. En, dat je er ook achterkomt van wat wel bij je past en wat niet bij je past. Ja, als persoon is dat inderdaad waar, maar ook als ministerie. Wij moeten ook weten welke rol pakken wij op in bepaalde trajecten. Wat ik ook wel dat onderscheid tussen bijvoorbeeld incrementele innovatie, dus stapsgewijze verbeteringen, en disruptieve innovatie, dus een sprong naar de toekomst maken. Daar moeten wij zelf ook in kiezen. En daar moeten we soms ook heldere keuzes in maken. Terwijl we eerst alles deden, hebben wij daar ook wel in besloten, ja, we moeten ook toch wat meer naar het systeem kijken. En niet zozeer alleen naar de onderdelen in het systeem. Want dat wordt ook al door andere collega's heel goed gedaan. Dus je moet ook je eigen rol als organisatie goed daarin definiëren op een gegeven moment. En bij sommige rollen passen andere competenties dan bij andere rollen. En als persoon is het ook belangrijk om te weten waar jouw persoonlijke kracht dan het beste in past, bijvoorbeeld. Je bent hier nu, denk ik, een jaar of tweeënhalf mee bezig met dit hele traject, als het ware, om de innovatiekracht met jouw team naar een hoger niveau te tillen. Wat zijn de grootste barrières eigenlijk waar je tegenaan bent gelopen? Wat ik zelf merkte. Uitdagingen. Heel veel mensen zitten graag in een project wat ze van A naar B brengen. Maar hoe dat project dan zichzelf verhoudt tot de organisatie en zo, dat heb ik gemerkt dat niet veel mensen daar zich mee bezig willen houden. En ook, want dat is, dan wordt het al snel fuzzy en dan wordt het best wel taai. Want bureaucratie bij een overheid is best wel groot. En ik heb wel geleerd dat ik heb me daar dus wel wat in bewogen, hè, in die bureaucratie en in het proces. Dat ik daar ook best wel geleerd heb dat ik daar meer idee bij heb dan ik in eerste instantie dacht. En dat heeft mij wel geholpen, omdat ook dat elkaar helpt. Wat ik net zei, de inhoud en het proces helpt elkaar. Gerben, een van jouw inzichten was dat het belangrijk is om het innovatieproces te structureren. Bijvoorbeeld van verkennen naar verdiepen en naar implementeren. Wat zijn nog meer eye-openers voor je geweest in de afgelopen 2,5 jaar om aan de innovatiekracht van het ministerie te werken? Ja, ik heb gemerkt dat als je aan het opleiden werkt en die ankerpunten wil vormgeven, dan moet je eigenlijk wel proberen om de topmanagement daarbij te inspireren. Dus die moet ook een verhaal horen waarom het logisch is dat je bijvoorbeeld sommige zaken afweegt in een innovation board, zoals je dat kan noemen. Dus waar de directeuren of directeur-generaals kunnen kiezen van welke kant gaan we op met innovatie. Ja. Dan moet je dat ook zichtbaar maken waarom een bepaalde richting interessant kan zijn en wat er leuk aan is natuurlijk. En dat ook, wat ik ook heb geleerd is dat innoveren echt leren ook is. Want innovaties betekent vaak dat je met nieuwe dingen bezig bent. En daar heb je geen geëikte proces voor en ook geen geëikte paden, zeg maar, die je kunt bewandelen. Heel vaak doe je iets nieuws. Dat zit zowel in de inhoud als in het proces. Maar je moet gewoon ook maar eens een richting inslaan en kijken hoe dat dan werkt. En daarvan leren, zeg maar. Het hoeft ook niet altijd van tevoren, de uitkomst is niet altijd bekend, zeg maar. En ik heb wel geleerd dat bij ons ministerie dat ook wel lastig is. Dat is dan een barrière die ik tegenkwam. Dat als je niet van tevoren kan bepalen wat de uitkomst van een innovatieproject is, dat het dan lastig is om zo'n innovatieproject van de grond te krijgen. Maar met onze nieuwe wind die er waait bij het ministerie, wordt daar echt nu gezegd van ja, maar toch moeten we ook nieuwe dingen uitproberen en ook leren van fouten. En dan mag soms ook iets fout gaan. Maar de lange termijn moet wat meer gekoppeld worden aan de korte termijn projecten. Dus de waan van de dag is heel belangrijk. Ja. Maar er moet ook ruimte zijn om toch wat verder te kijken dan alleen de waan van de dag. En ik zie die ontwikkeling nu echt ook best wel gaande bij ons ministerie. Er wordt echt meer naar de langere termijn gekeken. Tenminste, dat is het doel van de komende tijd. Ja. Dus wat is dan het effect geweest van jouw werk en het werk van jouw unit? Als het gaat om ook het beïnvloeden, ook van het gedrag, van het kennisniveau van de absolute top van het ministerie. Hoe heb je dat geprobeerd voor elkaar te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat
De implementatie van die processen en ook de besluitvorming, zo'n innovation board zoals je hem noemde, dat niet van de een op de andere dag soepel loopt. Nee, nou, er is ook niet officieel een innovation board bij ons, maar er wordt wel al over gesproken van ja, je zou toch wat gestructureerde projecten moeten afwegen van gaan we ermee verder of niet, komt er budget voor vrij, zetten we mensen en middelen daarin. En daar heb ik echt mijn directeur in proberen te ondersteunen en ik denk dat hij dat heel goed op het netvlies heeft gezet bij onze directeur-generaals. Mijn rol was vaak vooral mijn directeur daarin ondersteunen, hem ook inspireren wat ik hier geleerd heb bij ECE. Ja. En hij zag ook dat daar handvaten werden geboden die gewoon handig zijn en goed om naar voren te brengen. Mijn rol is echt in het ondersteunen van de directeur geweest. De directeur die heeft daarmee echt heel vaak goed met zijn leidinggevende, topmanagement eigenlijk. Daar heb ik wel ervaren, ik heb bij die gesprekken gezeten ook. Dat zij het heel fijn vonden dat hij houvast bood. Dat hij toch niet alleen maar kwam met projecten die ze aan het doen waren, maar ook van maar we hebben echt een richting waar we naartoe willen. Ja. Integraal perspectief, koppeling aan beleidsdoelstellingen, echt dat hele storytelling ook. Storytelling en van modaliteit naar mobiliteit. Kijk integraal naar mobiliteit, kijk niet alleen vanuit één koker. En kijk ook vooral naar opgavegericht werken. Pak een opgave en werk daar met z'n allen aan. Dus de missie die onze directeur had, heeft hij daar meer voeding bij gekregen en meer bodem. En doordat je dat als een verhaal goed kan vertellen, heb ik gemerkt dat kreeg hij ook handen op elkaar om bij de topmanagement zeg maar. Eigenlijk is het de rol van innovatie bij INW daardoor wel echt op de kaart gezet, ook bij het beleidskern zeg maar. En er is nu geen sprake meer van dat innovatie, moet je het nou wel doen of moet je het niet doen. Nee, dat is eigenlijk wel verankerd dat heel belangrijk blijft. Dat wordt ook gezegd door het topmanagement. Ja. Alleen we zitten nu in een nieuwe ontwikkeling met een nieuwe regering straks, een nieuw kabinet. En ook met andere fases zeg maar binnen ons eigen organiseren van innovatie binnen INW. Dat in ieder geval de winst die nu bereikt is dat innovatie op de agenda staat. Dat het belang ervan gezien wordt. Ook als je niet innoveert, dat wil je niet als ministerie. Dus je wil wel iets met innovatie doen. En misschien koppelen we dat meer met strategie en kennis, zeg maar. En wordt het op een andere manier vormgegeven dan het nu is. Maar dat het blijft op dit niveau bij de beleidskern, dat is nu wel binnengehaald, om het zo maar te zeggen. De borging heeft plaatsgevonden. Ja, die borging en er wordt verder nagedacht over wat je zegt, de organisatievorm waarin dat optimaal kan gebeuren. En het mooie denk ik ook van wat je vertelt is dat het ook duidelijk wordt dat daarvoor ook leiderschap nodig is. Niet alleen vanuit de top van de organisatie, maar ook leiderschap vanuit de rest van de organisatie. Door jouw directeur van jouw unit om ook de formele leiders of topleiders, om die te leiden als het ware. Ja. Om die te informeren, om die te coachen, om die handvatten te geven om ook dit vervolgens weer uit te dragen. Ja. Intern en extern. Ja, dat heb ik heel leuk gevonden om mijn directeur daarbij aan de hand te nemen wat ik geleerd had. Want hij vond het best moeilijk om structuur erin aan te brengen van wat hij deed. En hij zei ook van wij zijn best wel goed bezig. Maar hoe breng ik dit nou voor het voetlicht? Hoe kan ik hier nou een verhaal bij vertellen? Ik weet dat we het goede dingen doen, maar hoe vertel je dat dan? Nou, en daar heb ik echt wel, denk ik, mee kunnen helpen. En ik vond het heel leuk om hem daar, het was mijn topmanager, mijn directeur was mijn topmanager. Maar hij heeft weer zijn topmanagers daarmee een goed verhaal kunnen vertellen. Het verhaal maken op een degelijk, want dat vond ik het mooiste aan de opleiding bij ECE, dat het ook allemaal wetenschappelijk gefundeerd is, al die kennis die we geleerd hebben. En dat het dan in mijn beleving ook vaak echt wel meer body heeft dan dat je zomaar wat verzint. En ontzettend veel waarde ook aangehecht om van andere bedrijven wat te leren. DSM, ING Bank. Ja. Ik vond dat ook heel leuk om het bedrijfsleven wat meer te ontdekken hoe die met innovatie omgaan. En vanuit de publieke kant, zoals wij hebben wat minder scherpe doelen vaak. Maar dat zijn maatschappelijke doelen. Maar daar kun je het proces van innoveren is redelijk vergelijkbaar volgens mij. In ieder geval de ankerpunten die erbij spelen. Dat vond ik ook heel leuk om te ontdekken, moet ik zeggen. Nou, mooie les om te delen met het publiek. Ik denk een van de, als ik ook even terugkijk op de afgelopen 2 jaar en ook de manier waarop we hebben samengewerkt, is het ontzettend mooi om te zien hoe jij en jullie dit hebben opgepakt als team en als unit en daarmee ook uiteindelijk het hele ministerie. En een van de dingen die mij is opgevallen is ook hoe jullie het hebben vertaald naar visuele ondersteuning ook. Dat je tooling en je verhaal, dat het niet alleen een verhaal en een document was, maar uiteindelijk ook een plaatje, een illustratie, een visualisatie, zodat je daarmee ook visueel het verhaal vertelt eigenlijk. En mensen iets concreet in de handen kan geven eigenlijk. Een template. Daar heb ik ook wel bewust op ingezet om dingen in één plaatje te samenvatten. Want als je naar een overleg hebt met topmanagement, moet het vaak snel, het moet kort. Ja.
En dan kun je beter een plaatje laten zien met daar argumenten bij. Waar zit wel een document achter, maar dat document hoef je soms niet eens mee te sturen of dat is veel te veel tekst. Maar als je gewoon aan de hand van een plaatje dingen kan uitleggen, dat werkt heel goed. Ik pas misschien ook bij mij als persoon om dat te doen, maar ik merkte wel dat dat heel handig werkt ook in het verhaal, vertellen van het verhaal. Als je een plaatje hebt, dat blijft ook hangen, want mensen onthouden plaatjes beter volgens mij dan woorden in die zin. Ja. Gerben, zo richting het einde van deze aflevering. Wat zou nog één of twee top of mind, wat suggesties of aanbevelingen zijn aan het publiek? Dingen die we nog niet precies hebben aangestipt misschien, maar waarvan je zegt van hey, dat is misschien toch interessant om mee te geven. Om nog eens te bespreken als het gaat om hoe kunnen we als organisatie naar een volgend niveau van innovatievolwassenheid. Nou, wat ik wel belangrijk vind is dat innovatie ergens op gestoeld is. Het is geen doel op zich, innoveren. Innoveren is eigenlijk het verbeteren van iets wat je wil verbeteren. Dat kan een proces zijn, dat kan een systeem zijn. Dat kan ook kleine verbeteringen zijn. Maar daar zit altijd een visie voor, zeg maar. Er zit altijd een beleidsdoel in ons geval achter. Ja. Een beleidscontext. En hou dat wel goed in de gaten. Lijn je innovatiestrategie goed op aan de beleidsdoelen die je nastreeft. Want innovatie is gewoon een middel om die beleidsdoelen beter, sneller of goedkoper te behalen. Dus het blijft altijd een middel. En zorg niet dat dat innoveren aan zich is niks. Het is, je innoveert om iets te bereiken. Dat vond ik wel belangrijk. Dat moet je ook altijd volgens mij in je achterhoofd houden. Want een believer op innovatie van we moeten innoveren omdat innoveren belangrijk, dat slaat niet aan. Je wilt innoveren omdat je iets wil bereiken, zeg maar. Dus dat vind ik de eerste punt. Het tweede punt zit ik even te denken, dat innoveren eigenlijk ook gewoon werken is en niet alleen maar freewheelen, niet de leuke dingen alleen maar doen en zorgen dat je leuke projectjes krijgt. Nee, het is ook belangrijk dat je altijd zaak een beetje structureert en ergens toe dient. Dus het proces van innoveren is net zo belangrijk als het project waar je aan werkt. Dus denk aan dat project, in welke context zit die, hoe wil je dat binnenbrengen binnen het ministerie en moet je daar een advies bijgeven om hoe dat. Ja, of je moet het liefst ook een advies bijgeven hoe je project weer daarna verder komt. Want het is altijd weer een stap daarna, zeg maar. Dus kijk altijd als je met de inhoud bezig bent, ook goed naar het proces. Maar als je met het proces bezig bent, heb je inhoud nodig. Want het proces alleen bestaat ook niet ergens voor. Je moet ergens iets van A naar B brengen, zeg maar. Juist. Nou, Gerben, volgens mij een fantastische case, een fantastisch verhaal, een fantastisch avontuur, denk ik, om even kort hier te bespreken met elkaar. Ja. Een paar mooie afsluiters. En ontzettend bedankt voor dit gesprek, voor dit interview. En heel veel succes in de vervolgstappen in jouw carrière, maar ook in de verdere ontwikkeling van innovatie binnen het ministerie. Dankjewel. Ook hartelijk dank. Het was enorm leuk om samen te werken met Erasmus. Dankjewel. Ja. Wordt vervolgd. Ja. Dankjewel.